Goedemorgen iedereen en welkom terug op jullie matje. Welkom op de laatste week van de dag, laatste dag van de week. Dat is wel een mooie verspreking. En kom te staan met je voeten op bekkensbreedte. Dan gaan we nog een keer genieten van een laatste yoga moment van de week met ons. Wees gerust, van het weekend zijn we er online altijd. Je kan altijd andere opnames van ons herbekijken. Kies er eentje uit die je ligt en practice die opnieuw. Sluit je ogen en kom naar voor en naar achter gewiebeld, naar de voorkant en achterkant van je voet. En zoek het midden. En als je eenmaal het midden gevonden hebt, ga je meer naar de hielen terecht en kom je meer in de hielen geleund en duw je hielen in de grond en schroef je naar buiten en kan je eens je tenen omhoog gaan trekken. Knieën zijn lichtjes uit slot en kan je borstkas omhoog gaan trekken. En als je meer in de hielen komt, en je hielen in de mat schroeven en je tenen omhoog trekken, en je borstkas verlengt en je kuin verlengt, kan het zijn dat je gewoon al veel meer in je lichaam komt. En op deze manier gaan we gaan schudden. Ons lichaam gaat wakker trillen. Laat je schouder los en laat je gezicht los. En je probeert te springen en je probeert beweging in je lichaam te brengen, maar je hielen die blijven stevig in de grond. De beweging komt vanuit je voeten in je hielen en de trilling gaat langs je knieën omhoog, naar je bekken, naar je wervelkolom, naar je schouders, naar je hoofd, armen naar beneden terug, naar je ellebogen, naar je pols, naar je vingers. Dan kan je kaak nog loslaten en we kunnen nog klanken maken. Laat los, laat geluid los. Het helpt om spanning, blokkades en energie ook te laten stromen. Je kan de H-klank, de A-klank. Laat de kaken los. In de podcast die Bart ooit gemaakt heeft met iemand die kaakjoa heeft, heeft er heel wat duidelijkheid gemaakt van het loslaten van de kaken, welke spanningen er zijn. Het loslaten van de kaken zorgt ook dat het bekken en het lichaam ontspant. We gaan de trilling iets intenser maken, steviger. We gaan op ons linkerbeen gaan trillen. Steun op je linkervoet. En op je rechtervoet. Zet een zachte glimlach op je gezicht. Kom weer in de hielen terug, schroef die hielen terug in de mat. Doe je bekken naar achteren, plooi je knieën en kom met de voorwaartse buiging. En laat je bovenbenen en je onderbuik op elkaar vallen. Maar blijf in je hielen geleund en probeer lichte trilling in te steken. Ik weet dat het niet evident is, maar dit kan als je meer op je hielen gaat geleund. Je bekken naar achter duwt, hoofd laat hangen, armen laat hangen. Kun je ellebogen vasthouden, tenen omhoog trekken, hielen in de mat schroeven. En nogmaals, je diep uitzetten. Laat je wervelkolom vallen naar beneden, je hoofd naar beneden. Dan maakt de trilling kleiner en het valt stil. Als je nu meer in je hielen komt, en je hielen in de mat schroeft, en je bekken naar achter duwt, liezen naar achter, kruin laat vallen, tenen omhoog trekt, voel je de kracht in je benen. Je wervelkolom, je bovenlichaam hangt, maar de kracht van je benen draagt niet. Kracht in de hielen komen. Handen zijwaarts aan de knieën, doe je bekken naar beneden. En enkel met de kracht van de benen doe je borstkas omhoog. Hand op de buik, hand op de borstkas. Hand op je buik, zet de duim in de navel. Nou, gaan voelen. Gaan terug in de hielen gaan leunen. De knieën leg je uit slot, verleng je borstkas. En observeer even jezelf. Wat voel je lichaam? Sta je stabiel? En dan stek je naar voren, naar achteren, gewiebeld, links, rechts. Ga naar je centrum terug. Activeer je ademhaling, 5 vingers onder je navel. Dus onder je pink gaan ademen. Expandeer je onderbuik bij je inademhaling. En trek die stevig in bij je uitademhaling. Ondertussen verleng je borstkas omhoog. En je blijft je borstkas verlengen, kruin verlengen. Kom in de hielen, knieën uitstand. Krachten die hielen in de mat doen. Tenen omhoog trekken. En adem. In en uit door de neus.
Klein, klein. Zit je handen in een steehouding voor je borstkas? Kom naar een intentie, positieve affirmatie of een uitdaging die vandaag voor je staan hebt. Formuleer die positief. Heb je een uitdaging en voel je zo wat slapjes, kan je zeggen van ik ben krachtig. Heb je een uitdaging te gaan vandaag waar je voelt van oei, ik zal daar moeten staan, zeg van ik ben een sterke boom. Zoek een positieve affirmatie, een positief geformuleerd, die kracht heeft en spreek die uit. Verbind je hart met je denken door je handen omhoog te brengen. Verbind je denken terug met je hart. Hou die positieve affirmatie bij voor de rest van deze yoga-sessie en de rest van de dag. Met je handen los, zet je benen breder uit elkaar. En laat je bekken zakken. De goddess pose. Waarom dat ook op je paard gaan zitten. En als je in deze houding staat, kom niet naar voren, maar doe je bekken naar achter. Kom meer in je hielen geleund. Knieën gaan naar buiten. Maar breed staan. Knieën gaan echt redelijk duwen naar achter, naar buiten. Kom in die hielen en je bekken zakt. Handen omhoog. Schouder laten vallen naar beneden. Ellebogen naar binnen brengen. En onderarmen uit elkaar. Je kan denken als je blokje tussen je ellebogen hebt. En je probeert je ellebogen naar elkaar te brengen. Klein beetje omhoog. Onderarmen uit elkaar. En schouders naar beneden laten vallen. En adem vijf vingers onder de navel. Laat je bekken nog een beetje zakken. En adem stevig in en uit. In een andere navel. Terwijl je borstkas een stukje omhoog komt, een klein achterwaartse buiging, trek je tenen omhoog, kom meer in die hielen, duw die knie naar achteren. En adem nog steeds in en uit. Armen naar beneden. En armen omhoog. Uit, doe die armen langs de binnenkant, langs de voorzijde, naar beneden. En stel je voor dat je energie van beneden naar boven telt. Van boven u door je kruin naar beneden, door heel je lichaam, door je benen, stevig in de grond. In, armen omhoog. En trek terug, haal die energie van boven je hoofd naar beneden. Neem een douche van energie door je wervelkolom, door je benen naar beneden. En een keer in omhoog. Uit, heel zachtjes neem je een douche van energie. Van licht door je lichaam. Naar beneden. En duw jezelf omhoog. Sta je eventjes terug op de hielen. En voel even na. Voel het effect van in die benen te komen. Voel het effect van te ademen. Wat doet dat met je lichaam? Waar zit je met je aandacht hierdoor? Zit je daarmee in je hoofd? Je hart, je been, je lichaam, waar kom je nu? Been een klein beetje op bekkensbreed en armen omhoog. Uit, laat je schouders vallen en we gaan de handen in elkaar boven ons hoofd doen. Op die manier. Schouders naar beneden, ellebogen komen naar binnen en gaan naar boven. Zo klein beetje naar binnen en naar boven brengen. En uit, kleine zijwaartse buiging naar links. Dus we gaan hier even stoppen. In verlengen, uit. Een beetje verder en verleng ook je linkerflank en je rechterflank. Dan eventjes hier ademen in deze houding. En uitadem, haal je maak je torsie naar rechts. Bekken blijft stabiel naar voren. In naar voren terug. Uit, torsies. Een aantal torsies maken in en uit. Bij jouw tempo. En in, kom terug omhoog. In verlengen, uit naar de rechterkant. Dus stevig die hielen in de mat. Knieën lichtjes uitslaan. In verlengen, links en rechts. En uit, kom je dieper. Alle bogen komen naar voren en naar boven. En adem hier eventjes. Stevig die hielen in de mat. Zodat je kracht dat hij onderbeen lengte kan maken in je flanken. In en uit. Torsie naar links. In terug, uit. Torsie naar links. Bekken bleef stabiel naar voren. Bekken beweegt niet. Enkel je bovenlichaam beweegt. Oh,
En in, kom omhoog. Uit, laat de armen los. We gaan een aantal blokjes bij ons pakken. Drie, je kan ook op een kussentje zitten of op iets anders. Maar we gaan in eerste instantie al een neerzetten op een blokje. Je bekken van de grond is. Dus je kan ook op een kussen of iets anders zitten dat je groot genoeg zit. Knieën zijn 90 graden, nee, zijn lichtjes geplooid, gillen in de mat. En we gaan ons andere twee blokjes achter ons gaan plaatsen. Duwen die gillen in de mat, trekken tenen aan toe, knieën komen samen, gillen zijn in de mat geschroefd. En op onze ellebogen draaien we naar achteren en wijzen naar achteren, handen naar voren. Duim, wijsvinger en middelvinger krachtig in de blok gaan duwen. En op een inademhaling breng je borstkas naar boven, ellebogen naar achter en naar beneden toe. En til je borstkas omhoog. Uit, kom terug. In, omhoog. Leun op de armen. En blijf hier even. Ellebogen naar beneden, naar de grond. Duw je borstkas omhoog. En adem twee vingers onder de navel. Schouders laag, ellebogen naar elkaar toe. En laat lengte in de front van je lichaam. Hielen duw je weg. Oké. Kom terug. We gaan de benen zijwaarts naar voren brengen. En blijf op je blokje zitten. Ook hier kan je het blokje terug ook hoger gaan zetten, afhankelijk van de soepelheid in je benen. En de naam van deze houding. Normaal doe je dat met gestrekte benen, maar hier gaan we gaan plooien. Waarop gaan we gaan plooien? Omdat je onderrug in de natuurlijke curve blijft. Als je voelt dat je onderrug nog altijd bol is, dat je met geplooide knieën zit, zet je blokje hoger. Belangrijk is dat je knieën een beetje plooit. Onderrug in de holte, dat je lengte kan houden. En je blokjes zet je naast je en doe je wervelkolom. Verleng je wervelkolom door je handen op het blokje te duwen. Hielen in de mat, knieën vallen niet naar binnen, maar naar boven. Trek je tenen uit toe. Verleng je bekken. Verleng je bekken naar beneden. Verleng je ruggenraad naar boven, wervelkolom. Til je borstkas omhoog, duw je schouders naar beneden. En adem vijf vingers onder de navel. Krachten die hielen in de mat gaan duwen, duw ze weg naar buiten. En laat los. Blijven in de natuurlijke curve zitten met de onderrug. Blokje gaan we tussen onze bovenarmen steken. En hier belangrijk is dat we echt wel een klein beetje met onze borstkas naar voren leunen. Ik zal een keer in de zijwaartse positie tonen. Is dat we hier lengte, we maken lengte in onze borstkas, onderin de natuurlijke curve. Hielen doe je in de mat. Voeten brengen zoveel mogelijk naar achter, naar buiten toe. Je komt je borst een klein beetje naar voren, dat je echt wel leunt op die hielen. Dus die hielen duw je weg van je, bekken duw je naar achteren. En ons blokje tussen onze bovenarmen zetten. Op deze manier. Schouders laten we vallen. Ellebogen naar elkaar. Onderarmen uit elkaar. Kan een klein beetje naar voren leunt. En we gaan onze ellebogen naar voren en naar boven aanbrengen. Schouders laag. En proberen nu naar lengte in de borstkas. Lengte in de flank. Dus we gaan niet gaan comprimeren. Maar lengte maken. Probeer die blokjes schuin naar voren te brengen. En duw die hielen in de mat. Duw ze naar buiten. Tenen wijzen naar boven. Armen naar buiten. Ellebogen naar elkaar. Schouders samen. Lengte in flanken. Lengte je flanken maken door je elleboog te verlengen naar voren, onderarmen uit elkaar te brengen. En kom terug naar voren, naar achter. Maar je benen eventjes naar elkaar toe brengen. En voel even na. Voel even na in deze houding. Wat hij doet.
Oké. Strek de benen terug, plooi die knieën. Hielen duw je in de mat en probeer je been naar buiten te brengen, maar je tenen gaan niet naar buiten, maar tenen blijven naar boven. Dus kies jouw optie, hoeveel dat jouw knieën plooit, hoeveel dat je ze trekt, maar je quadriceps moeten actief blijven. Je komt meer op de voorste kant van je zitbotjes te zitten. Je brengt je borstkas omhoog, kruin verlengen. Blokje tussen, bovenarmen steken, schouders laat je vallen naar beneden. Elbogen tegen elkaar, onderarmen uit elkaar. En nu verleng je borstkas naar voren door die elbogen naar voren te brengen. En haal de vijf vingers onder de navel. Duw die hielen in de mat heel krachtig. Trek die tenen naar je toe. Duw je bekken erachter. En we gaan nu met ons naar ons rechterbeen. En verleng hier ook. En als je meer naar het rechterbeen nu. In, uit, torsie naar binnen. In, verleng terug. Uit, torsie naar binnen. Verleng je flanken. Probeer een schroefbeweging bij de flanken te verlengen. En je blokje door je ellebogen naar voren te brengen. En je been naar je voeten brengen. En je komt terug naar voren. Blokje neer. Sluit je ogen. En observeer terug wat er gebeurd is. Blijf lengte houden. Je borstkas, je flanken, je kruin. Stevig die voeten in de mat. Die hielen. Blokje terug tussen de bovenarmen. Schouders laten vallen. Ellebogen dicht tegen elkaar. Onderarmen uit elkaar. En gaan terug gaan voorwaartse buigen met lengte in onze flanken. Niet gaan comprimeren. Lengte houden. Natuurlijk curve houden. En we verlengen onze ellebogen naar voren en naar boven. Gaan we vijf vingers onder de navel. En gaan naar links. Verlengen uit. Torsie naar binnen. En verlengen uit. Torsie naar binnen. En kom terug recht. Observeer terug. Observeer wat er gebeurt. Zet het blokje naast je. Knieën blijven nog steeds geplooid. Tenen actief in de mat. Zet je borstkas omhoog. We gaan het blokje voor ons zetten. Dat is iets gemakkelijker. Je kan er zelf twee voor je zetten. Elbogen naar binnen en verleng onze borstkas naar voren. En je probeert je borstkas naar voren te duwen door de elbogen naar binnen te brengen, naar beneden. En je borstkas naar voren te brengen. Denk dat er een blokje tussen zit, tussen je armen. En maak lengte in die flanken. En je kan nu met je blokjes naar rechts wandelen. En hier ook lengte maken aan de rechterzijde. Verleng je borstkas naar voren. Kom iets hier dieper. En maak je torsies hier boven lichaam. Links en rechts. Handen steunen. Een enkel blokje. Voor je handjes wat gewicht op te zetten. Waarna je elbogen kan verleggen. Wandel terug naar het midden. En naar de andere zijde. Breng je borstkas terug. En maak er ook wat torsies. Lengte houden in de andere. Lengte in de flanken. Oké. Okay. Breng de benen terug samen. Kom van je blokje. En maak een stapeltje van drie blokjes. Een achterartse bijen doen. Is dat te veel? Kan je ook op één blokje hetzelfde gaan doen. Kies jouw optie. Breng ons bekken omhoog. Borstkas op ons blokjes. Let op voor die zwevende ribben. Ga de positie gaan zoeken dat je hart op je blokje ligt. Handen in de nek, ellebogen samen. Been op bekken is breed, iets breder zelf. En laat je bekken naar beneden vallen. Kan ook gewoon liggen op de mat. Met één blokje onder je borstkas en één blokje onder je hoofd. Kijk, blijf bij de borstkas. Ellebogen naar boven. En enkel wanneer dat je bekken de grond raakt, dan pas
mag je hoofd naar achter laten vallen. Blijf stevig die gillen in de mat duwen. Schroef je tenen omhoog. Trek je gillen naar je toe. Haal hem in onderbeek. Vijf vingers onder de navel. Maak lengte. Adem lengte in de flanken. Diepte in je buik. Ruimte in je hart. En doe het ook met een zachte mildheid. Breng je hoofd erin naar je borstkas. En duw je voorzichtjes van je blokjes. Kom te zitten op een krukje of op een stoeltje. Zet een blokje aan de rechterzijde of de linkerzijde. Andere hand op je bovenbeen. Strek beide armen. Benen heel actief in de mat. Knieën in de mat. Onderbeen in de mat. Duw die naar achter. Maak lengte je borstkas en je flank. In en uit. Torsie richting je blokje maken. En naar voren uit torsie maken. Bepaal jouw tempo. Doe een aantal torsies. Torsies op een uitademhaling. Stevige benen in de mat. En wissel van kant. En laat los. Kom zitten. Met één hand op je borstkas en één hand op je onderbuik. Duim je navel. Sluit je ogen. Laat je schouders boven je bekken balanceren. Benen actief in de mat. Knieën naar beneden en naar achteren. Verleng je flank en borstkas kruin. Til je kennetje omhoog. Zodanig dat je hoofd kan balanceren op je nek. Schouders vallen naar beneden. Alle bogen naast het lichaam. En adem vijf vingers onder je navel. Haal binnen en observeer. Observeer waar dat er energie stroomt. Waar dat je aandacht naartoe gaat. Waar je focus ligt. Zit je in je hoofd? Zit je in je hart, in je buik, in je lichaam? Of ligt hier buiten? Blijf lengte ademen in je lichaam. Blijf ruimte ademen. Breng beide handen in een Namaste-houding voor je borstkas. Tel je borstkas nog een stukje omhoog. Waarom die positieve affirmatie terug? Die positieve intentie. Verbind die terug met je hart. En verbind je hart terug met je denken. En verbind je denken terug met je hart. Weet dat je hart altijd eerst reageert en dan pas het denken. Dus kom in je hart.
Neem alles wat je gewaar wordt van binnen zachtjes mee naar buiten als je ogen opent. Bedankt jezelf om yoga te doen vandaag. En ik dank jullie om samen met mij yoga te doen. Ik zie jullie graag volgende week terug.